Goedemorgen, het is vandaag zaterdag en ik ben wakker geworden in België. Super awesome. Het weer is op zich wel te doen. Ik heb echt fucked up geslapen. Je hoort hier letterlijk alles in het huisje. En ik heb een paar keer, ik weet niet hoe ik te wakker, maar kon ik zeggen dat ik geen morgen zat te doen. En vandaag is eigenlijk de planning om naar Maasmechelen te gaan en daarna naar Hasselt om daar even te winkelen. Super awesome, smalsum. Maar op zich is het niet een verkeerd huis, want je hebt gewoon letterlijk alles. Ja, ik heb heel slecht internet, maar daar ben ik wel redelijk van. Want ja, je wilt toch bereikbaar blijven voor je vrienden en zo. Maar ja, ook een keer een weekend rust is ook chill. Het huis is in ieder geval wel weer heerlijk. En ik ga nu even naar buiten, want het is best wel oké weer buiten. En lekker in de tuin zitten. Dus. Onderweg naar Maasmechelen en daarna naar Hasselt. Dus we gaan nu richting Maasmechelen rijden. Aangekomen bij Outlet Shopping Center. Het ziet er best wel cute uit. Ziet echt leuk uit en zo. En we gaan lekker winkelen. Yay! En we zijn weer in de auto. En ik heb wat gekocht. Bij Guess. Echt een super leuk ding. Mijn zus heeft wat gekocht bij de Nike Store. Super tof. We gaan nu naar Hasselt. Oké, ik ben er zo een tijdje thuis en ik heb wat dingetjes geshopt. Laten we beginnen bij de Primark. Daar heb ik sokken gekocht, maar die zijn niet heel interessant. En een nieuwe zonnebril. Echt super awesome. Deze heb ik gekocht voor 3 euro. Super leuk. Het heeft gewoon zo'n bootje. Dan heb ik geshopt bij Guess. En er was een enorme sale. En daar heb ik een truitje gekocht met Guess erop. Super awesome. Dan ben ik bij de H&M geweest en heb ik dit shirt gekocht van H&M in samenwerking met Coachella. En dan heb ik iets gekocht. Wow. Dan heb ik iets gekocht. Sommige mensen gaan het puur lelijk vinden. Maar sommige mensen gaan het ook awesome vinden. En ik vond het heel erg awesome. Dat is namelijk deze sweater. En het lijkt een beetje op Moschino. Maar het is het niet. Het is van H&M. En er staan allemaal patatjes op, milkshakes op en een pauw op. En dat vind ik wel gewoon leuk. Voor mijn spijkerbroek, leuke schoenertjes, sneakers eronder. Super stoer. En dan gaan we naar Paul & Bear. En daar heb ik ook wat dingetjes gekocht. Als eerste heb ik een wit shirt gekocht. Met Like It erop. Het is ook een van mijn quotes. I like it. En dan zeg ik dat het is. I like it. Sorry guys voor het beeld. Want mijn camera die heeft af en toe een beetje moeite met scherpstellen. Dus deze. Dan heb ik een trui gekocht. En er staat op. Palace over Fame. En die vind ik ook gewoon super leuk. En dan als laatste heb ik. Ik heb er al één. Ooit een keer gekocht. Maar dat was een herfjas. En nu wil ik ook een zomer / tussenjas of zo. Die ik ook in de herfst kan dragen. En ik dacht, deze is wel leuk. Deze is wel heel erg awesome, smalsome, toch? Met twee touwtjes hiervoor. Super leuk. En nu ga ik de prijzen opnoemen. Deze was 16 euro bij de Pull & Bear. Deze trui was 6 euro bij de Pull & Bear. Dit shirt was van de nieuwe collectie, maar was een tientje. Deze was in mijn maat. Ik haat dat. 7 euro. Deze was 3 euro. Dat is een shirt. En deze was 64 euro.
Dit van Guess. Echt super leuk. Joke. Deze was iets van 15. Ja, 15 euro. Dit Guess shirtje. En de zonnebril 3 euro. En dit was het eigenlijk wat ik allemaal heb gekocht. Dus nu gaan we weer over naar de vlog, guys. Oké, ik heb dus net de shopvlog gefilmd. Super leuk. Hier ligt alles op de bank. Ik heb dus net de shopvlog gefilmd. En K en mijn zus zijn nu patat aan het halen voor ons. Want we gaan zo lekker eten. En ondertussen is mijn moeder een beetje de boel hier aan het opruimen. Dit ga ik zo weer even in mijn kamer doen. En dat heb ik nog helemaal niet laten zien aan jullie. Maar Quinty en ik hebben wat gedaan gisteren. We vonden de kamer een beetje saai. Je moet trouwens niet opletten op de rommel hoor. Maar we hebben de bedden hebben bij elkaar gezet. En dat is nu zo geworden. Dat is nu zo geworden. Super leuk toch? En nu ga ik lekker een tv-serietje kijken. Oh my god, lieve kat. En nu ga ik lekker een serie kijken. Dus dat wordt super leuk. Het is wat later en we liggen in bed. Ik lig met Quinty. Quinty ligt naast me en we gaan lekker slapen. Even nog een half uurtje, want het is een echt half vier. Wat dit? Ja. Dat het filmt. We zijn echt allemaal heel kapot. Dus doei! Even een stukje wandelen. Dit is de outfit. Boemenbeer. Sarah. Adidasjes. Let's go! En mijn bril komt in de Primark. Is dit uitzicht hier op de achtergrond en we gaan nu weer verder lopen naar meer plekjes en zo. Dus yes, dit uitzicht is in ieder geval al wel vet. Hoi! Ik lig inmiddels in bed, zoals je kan zien. Deze trui ga ik zo uitdoen hoor, dus ik slaap er niet in. Dit is echt een ultieme chill trui. Het is nu... Kijk, hoe laat het nu is? Het is nu... 12 uur... Of 12 uur... Bijna 11 uur. Schrijf het, hè? Ja, en ik ga lekker slapen. En ik zie jullie morgen weer. Bij een nieuwe vlog. Dus tot morgen, guys. Doei!